Houdoe en bedankt, vrij vertaald in het Brabants. Een clubicoon wordt nog een laatste keer geëerd. Toch had Adrie Bogers zijn afscheid van het RKC-publiek anders voorgesteld. Op een maandagavond half lege tribunes en dan een nederlaag tegen notabene Fortuna Sittard. Tja, dat was niet best. Het belangrijkste is dat we verloren hebben en dan dat afscheid daarna, dat is ook natuurlijk niet het afscheid waar je op gehoopt had mee. Hij was speler, jeugdtrainer en assistent in Waalwijk, maar geen hoofdtrainer. En dat is wel de ambitie van Bogers. Die garantie kon het bestuur niet geven en dus kiest Bogers nu voor het avontuur in Japan. Ik ben eigenlijk de filosofie opgeleid om ooit een keer misschien hier aan het roer te staan. Daar konden ze zich niet over uitspreken. Dus nu het Japan-verhaal was heel concreet en dat was een hartstikke mooie uitdaging. Dus betekent dat ik daar op in ben gegaan. De afgelopen jaren waren turbulent. Met de promotie naar de Eredivisie, het bijna failliet en de degradatie. Het is toch mijn club geworden. En die liefde begon in het allereerste RKC-elftal uit de historie. Ja, ik was erbij. Het was het eerste jaar in betaald voetbal. Het was toen de fietsenstalling. Van daaruit gingen we spelen. Toen was het eigenlijk een heel klein, gemoedelijk, warm clubje. Maar wel met de ambitie om er wat van te maken. Ik heb het idee dat we daar nu weer op de weg terug zijn. Het ligt voor de hand dat Bogers ooit nog terugkomt in Waalwijk in de functie die hij zo graag wil. Mijn intentie is zeker nog wel om een keer terug te komen als hoofdtrainer, omdat het mijn club is. Uiteindelijk ben ik niet de enige die daarin kan bepalen, dus blijft het altijd afwachten. En dus maak van dat houdoe maar tot ziens. Als het aan Adrie Bogers ligt dan.